Een goedemorgen vanaf het mooiste meer in Europa, het Gardameer. Goedemorgen. Ik heb nog niet zo heel veel meren in mijn leven gezien, maar voor mij is dit het mooiste dat ik tot nu toe gezien heb. Kijk eens, hier ligt onze boot. Hier zijn we mee naartoe gevaren. Was het maar waar? Nee, we hebben eigenlijk al heel veel gestapt. Want we zitten in Sirmione. Daar is onze hotel, wou ik zeggen, maar het is een appartement. En we zijn nu naar Sirmione Centrum gestapt. Ik dacht dat het nog wel ging meevallen. Ik dacht zo 3 kwartiertjes, een half uurtje wandelen. Maar we zijn er nu toch ruim al een uur over aan toe. 10 minuten al en toch al best wel veel stappen ook al. Ja, maar dat is aangenaam. Wat zonnetje schijnt. Ik heb al een truitje meegenomen, want er zijn ook wel wat wolken zoals je ziet. En als de zon even weg is, dan is het wel wat fris. Maar nu is het Ik heb er nu gelijk al, ik heb nu echt wel heel erg warm. Ik zou er gemakkelijk kunnen uittrekken. Ja. En we lopen hier, het is er best wel druk, moet ik zeggen. Ja, het is denk ik omdat vandaag nog het de weekenddag is. En vandaag het is zondag. Heel erg veel toeristen. Nog zo vind ik. Ja, het is hier heel druk. Heel veel auto's op de parking. Er zijn al heel veel parkings gepasseerd die allemaal volzet waren. En ik herinner me nog dat toen wij hier 2 jaar geleden waren, dat wij gemakkelijk hier konden staan voor het kasteeltje waar dat we nu zijn. Ja. Maar ik denk als je hier nu een parkeerplek vindt, dat je heel veel geluk hebt. Als je in een weekend tegen het einde van het seizoen nog naar hier komt, dan weet je dat het wel eens heel druk kan zijn. Ja. Corona of niet. Ja. Hier zie je het toegangspoort van de oude stad van Sirmione. Zullen we maar eens naar binnen gaan? Ik weet niet of je het nog weet, maar 2 jaar geleden zat er hier op dat platform daar, aan dat kasteeltje, zat er een nest van een edenfamilie. Ja, en nu niet meer. Nee. Zit er iemand op? Er zit wel een eentje op, maar geen nest meer. We zijn de stad ingedoken, we zijn eigenlijk meteen een restaurantje gaan uitzoeken. Het is grappig. Weet je nog het restaurantje dat we gisteren bezocht hebben? Ja, dat het gesloten was. Dat gesloten was. Ja. Volledig verlaten erbij lag. De eigenaar van dit restaurant was de eigenaar van dat vorige restaurant. Die is hier gestart. En we kwamen hem net tegen en ik herkende hem meteen. En ik vertelde hem over zijn oud restaurant. En hij vertelde dat hij daar gestopt is. Nieuw, ja. En hier een heel nieuw restaurant geopend in Sirmione. En nu heeft Jolien ook dezelfde pasta als dat toen 2 jaar geleden daar heeft kunnen eten. Kijk, rak wauw, hè. Ik hoop, hij smaakt het nog even goed eigenlijk. Ja, ik ga het proeven. Perfecto. Allee, ik ben blij dat je blij bent. En ik eet een pizza. Mooi eend hier, hè. Ja. Hoppa. Hij is weg. Hij is achter visjes gaan duiken. Echt een hele goede duiker, precies. Is die ergens al terug boven gekomen? Nee. Hier. Ah, daar is die. Super. Goed gedoken. Wat mij opvalt in vergelijking met Frankrijk, waar we toch ook wel een hele tijd zijn geweest, is dat er hier toch wel heel wat veel meer volk buiten komt. Ja. Hè? En ze dragen ook niet allemaal mondmasker, hè? Nee. Ze hamen er hier ook niet zo op. De controle is hier ook wel lakser. Maar goed, we zien wel dat mensen wel allemaal goed afstand houden. Je kan prima vakantie hebben. En van alle steden dat we tot nu toe bezocht hebben, is dit toch wel de eerste waarvan dat ik zo heb van dat ik zo niet het gevoel heb dat er iets is. Ik ben corona, ja. Behalve dan dat jij nu een mondmasker draagt. Maar als ik zo wat rondkijk, dan merk ik daar van het virus eigenlijk heel weinig. En dat is ook wel fijn. Het is niet dat er hier om de 5 stappen een bord hangt en dat heel veel mensen... dat is eigenlijk allemaal zo hard niet, hè. Nee. Dus, geeft dat een veilig gevoel? Ja, nee, niet echt. Maar is dat nodig? Ik weet het niet. We zijn allemaal wel heel erg voorzichtig. Ja. En dat is het belangrijkste. We houden ook gewoon voldoende afstand. Hè. Maar dat is ook heel belangrijk. Hè. Ja, en we gaan niemand nog een hand geven of geen knuffels meer doen. Dat is, allemaal passé, composé. Maar de vraag is wanneer het ooit nog terugkomt. Hier staat een bord die we 2 jaar geleden ook gezien hebben. De vraag om te kussen. Zullen we dat maar doen, zeker? Ja. Ja. Zo. Ja.
Voilà, we hebben het bord gevolgd. Ja, we hebben onze plicht weer al eens gedaan. Mag een verkeersbord nooit negeren. Hè. Altijd volgen, hè. Doe wat erop staat. Ja. Als je aan Italië denkt, dan denk je aan ijscream natuurlijk. Ja. En hier zeker aan het Gardameer heb je hele mooie kramen. Ja. Ziet er heel erg goed uit. En hier heb je er ook nog redelijk bijna. Je hebt er eigenlijk in ieder straatje wel minstens één ijskraampje. Ja. Mooi pleintje hier, hè? Ja. Echt heel erg mooi. Heel erg leuk, kleurrijke geveltjes ook, hè? Ja. Nou, ook de mooie palmbomen er zo bij, het water erbij. Het maakt het heel erg magisch. Plaatje, absoluut. Het was een toffe dag, een hele zware wandeling wel. Ik ga even kijken hoeveel stappen we hebben gemaakt. En vandaag 22.000 stappen gemaakt. Dat is echt wel een goede wandeling. Dat hebben we goed gedaan. Maar nu zijn we echt wel uitgeteld. Ja, echt wel uitgeteld. We gaan een beetje chillen. Het is nog kei vroeg, maar toch ben ik zo moe. Het is 6 uur, denk ik nu. We hebben nu besloten om eerst nog wat te chillen, nog wat de tv te kijken hier op onze laptop. Dan snel iets nog te eten hier in het appartementje. En dan in ons bedje te kruipen voor een goede nachtrust. En wij wensen jou ook een fijne avond of fijne ochtend of fijne middag. Dank dan af wanneer je deze video kijkt natuurlijk. En we zien jou heel graag morgen terug. Ciao! Bedankt om te kijken naar deze video. En als je meer wilt zien, dan klik je maar op een van deze knopjes.